Chicha, mooi. We zien toch goed voetbal. Oh, Chicha, net niet. En hier Azari, net wel. De save van Vukovic. Malinowski kan zwiepen. Malinowski, de paas tot bij Ito. Moeilijk om hem meteen op de slof te nemen. Dan de Waast, opnieuw Ito. Wil de weg draaien. Ojija, diep steken. Ja, ja, voor Filitaya. Het is ver voor de Georgier. Uron komt terug. Filitaya met zijn linker. Ja, met zijn linker, maar dus tegen de linksachter. Sörloth. De jager. Terugkeer Ito. Geen overtreding, zegt Lardo. Ito met de versnelling. Ito op de rijk af. Ito kappen. Ito prachtig. Ito nog steeds. Ito gaat scoren. Het is 0-1 voor Racing Genk. En de vraag die men zich bij AA Gent zal stellen natuurlijk. Hoe kwam Ito in balbezit? Dit moment de jageren. En dan Ito. Dat leek toch op een duw. Moeilijk hoor deze. Maar als je het zuiver op de fase zelf bekijkt, kan je zeker fluiten. Ja, hij geeft fout aan AA Gent. Malinowski. Inspelen. Trossard. Jawel. 0-1. Leandro Trossard op zijn Trossards. Goeie inspeelpaas. En dan weet hij perfect waar hij die bal wil plaatsen. Malinowski, goed ingespeeld. En dan Trossard. Bron denkt, ik moet die kant dekken. Nee, Trossard draait zich eruit. En draait de bal. Krult hem heerlijk binnen. Kijk die balbehandeling. 1, 2, 3. Het is die 2-3 die het hem doet. Mooi van Malinowski. Goeie hak. Melen. Ito wacht rechts. Melen, daar is Ito. Haalt dat nog uiteraard. Bal teruggetrokken. Samatta. Samatta naast. Bijna een wereldgoal voor Ali Samatta. Trossard. Wie beweegt? En wie trapt? Malinowski met rechts. Nee. Trossard. Trossard tegen de paal. Bijna 0-2. En bij AA Gent stonden ze erbij en keken ze ernaar. Wat een slotakkoord zou het geweest zijn. Nog eens Leandro Trossard. En nee, voorlangs.